Enquête over coronavaccin. Transvaal 100 jaar. En Peak, nieuwe sportwinkel in Suriname. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Door het Medisch Wetenschappelijk Instituut van ADEC is er een enquêteonderzoek gedaan over coronavirus en de vaccinatie. De uitkomst van dit onderzoek is verzameld en vandaag gepresenteerd geworden door het ministerie van Volksgezondheid. 2330 mensen hebben meegedaan aan deze enquêteonderzoek. Meer dan de helft van de mensen was er bewust van dat zij besmet kunnen raken met het virus. Dus iedereen is er ook op gefocust om iets te willen doen ter voorkoming, want niemand wil COVID krijgen. En dat is de vaccinatie. Een aantal landen zijn al bezig hun inwoners te vaccineren tegen het coronavirus. Maar voordat de vaccinatie hier gebeurt, moet de samenleving eerst voorgelicht worden. Ongeveer de helft van de mensen willen meer informatie. Ze willen duidelijke informatie. Ze willen weten of het echt veilig is. Ze willen weten hoe de veiligheid, hoe effectief het is. Hoeveel het gaat helpen om te voorkomen om het risico te verminderen. En ook? En mensen die zeggen op dit moment eigenlijk nog weigeren zich te laten vaccineren in dit onderzoek, op dit ogenblik, was rond de 25%. Die zeggen, nou, ik ga me niet laten vaccineren, want die denken nog aan de lezer dingen. Het was droog 25% die echt nee zeggen. Dus daarnaast hebben mensen heel wat conspiracy theorieën gehoord. En die variëren van dat de populatie gaat worden uitgeroeid, dat Satan niet ik wil en dat... Allerlei soort dingen denken mensen die dus eigenlijk nergens op gebaseerd zijn. Ze zijn nergens op gebaseerd. Wat heel duidelijk naar voren komt en de sterkste conclusie van dit onderzoek is dat er een goed voorbereide voorlichtingscampagne noodzakelijk is voordat we de gemeenschap benaderen. En daarmee gaat het ministerie van Volksgezondheid en andere instanties bezig zijn. U weet hoe het bij de verkiezingen gaat. Er is een groep dat sowieso zegt dat ze niet gaan stemmen. En dan heb je een groep die nog die zwevende kiezers genoemd worden. Dat heb je ook dat blijkt dus ook te zijn in de COVID-onderzoek. Dat je een groep hebt wel gezegd van, ik zeg niet nee, maar als je me goed kan overtuigen, dan kom ik wel naar je toe. Dus een goed vaccinatiecampagne is noodzakelijk. Maar hoe ver zijn ze met de voorbereidingen voor het krijgen van het vaccin? We hebben gisteren onze ultimatum, die we 18 januari, we hebben ervoor gezorgd dat we 14 januari onze stuk hebben weggestuurd. Dus we zijn al feitelijk hebben aangegeven dat we ready zijn voor ontvangsten van de vaccins. We zijn bezig met onze vaccinatieplan. Het is een groeiend document. We zijn bezig de logistieke zaken voor te bereiden. Daar is BOG en Volksgezondheid keihard mee bezig. We werken al binnen verschillende werkgroepen. Er is een registratiecommissie die al goedkeuring gegeven heeft. Er komt een vaccinatiecommissie. Zo zijn er verschillende aspecten. Het Pfizer-vaccin zal in slechts voor een half procent van de populatie voorlopig beschikbaar zijn. Het is ook duidelijk aangegeven door COVAX dat het bestemd is voor de frontliners. Dus alleen voor de healthcare workers die alleen met COVID bezig zijn. Ja, dus eerst de frontliners, de mensen die bezig zijn met de COVID-patiënten. Daarna de 60-plussers en mensen met onderliggende ziektes. En maak het rijtje maar af. Hoe lang het gaat duren dat heel Suriname gevaccineerd is, is niet bekend. We hebben maar 600.000 personen in Suriname. Feitelijk, met een goede strategie, zouden we heel snel binnen een mum van tijd, laat ik het zo zeggen, de populatie kunnen vaccineren. En een goed voorbeeld kunnen plaatsen voor de regio, maar ook voor de wereld. SV Transvaal viert vandaag hun 100ste verjaardag. De club die in 1921 door studenten van de Hendrikschool is opgericht, is één van de meest succesvolle voetbalclubs in Suriname. Transvaal is niet te evenaren. Transvaal heeft zijn eigen identiteit. Transvaal is een van de beste, laten we zeggen, sportiefste verenigingen. Nooit is Transvaal beklad met iets, met negatieve dingen. Dus daarom hebben we vandaag ook een initiatief genomen en dat mag je ook naar Strippie Voetbalcomplex gaan kijken. We hebben vandaag een slogan gelaunched voor Transvaal, I love Transvaal. Transvaal heeft 100 jaar een onbeschrijfelijke geschiedenis geschreven. Transvaal is de enige vereniging die CONCACAF kampioen is geworden, twee, drie keren. En de historie van Transvaal is geweldig groot. Als we kijken naar
John Kamperveen, André Kamperveen, waren de legendes. De mensen die eigenlijk hun bijdrage hebben geleverd voor Transvaal in de afgelopen 100 jaar, is niet te beschrijven. Ze hebben geschiedenis geschreven voor ons, we hebben het overgenomen. En wat nu voor ons bestaat, dat wij Transvaal op een hogere hoogte gaan zetten. In 1971 won SV Transvaal hun eerste CONCACAF Champions Cup. En in datzelfde jaar speelde zij een vriendschappelijke wedstrijd in het André Kamperveen Stadion tegen het FC Santos team uit Brazilië, waar de voetballegende Pelé toen voor speelde. Transvaal verloor die partij met 1-4. De club is ontstaan in 1921 en vandaag staan we op 2021. We zijn 3 keer CONCACAF kampioen geworden. We zijn 19 keer landskampioen geworden. We zijn presidentscup kampioen geworden. We hebben een aantal keren we hebben beste spelers gehad. Zoals nu wat we zien dat Convalius Ivenso in het buitenland voetbalt. Ook een speler van Transvaal. Het mooiste wat ik heb vernomen, dat in 1971 Santos naar Suriname was geweest. En dat Pelé zijn 1000ste wedstrijd in Suriname heeft gespeeld. Het was een wedstrijd van 4-1. Santos had ons gewonnen. Maar Winneska was de man die een doelpunt heeft gemaakt. Hoor. En dat vond ik zo geweldig, dat je een Santos, zo'n groot team, dat je een doelpunt kon scoren en je hebt een wedstrijd verloren met 4-1. Ik vond het top. Ook de hoofdsponsor van Transvaal heeft vandaag een nieuwe sportwinkel geopend. Deze staat aan de Zwartenhovenbrugstraat. Peak is de nieuwe sportwinkel en tevens ook de naam van het merk sportartikelen in de zaak. Peak is ook hoofdsponsor van de bekendste voetbalclub in Suriname, SV Transvaal. Peak is onbekend in Suriname, in de wereldwijd, in Azië. Peak komt uit China. Is een heel grote brand, vooral in China, als het gaat om basketbal en voetbal. Als je wereldwijd gaat zien, zie je dat Peak overal nu begint zijn vleugels te slaan. Dus het is een goede brand. Het is niet een direct een goedkope Chinese product, maar het is kwalitatief heel hoog. En in prijzen zijn we ook redelijk goed. Dus daarom hebben we gekozen voor Peak. We zijn gestart met Transvaal in 2014. En als we kijken naar de investeringen wat we moeten plegen qua voetballerij in Suriname, hebben we dan gezien dat ook behoorlijk veel wordt geïnvesteerd aan schoeisel. En toen zijn we op de idee gekomen om te zeggen dat nee, we gaan onze eigen sportwinkel opzetten met aansluiting dat SV Transvaal, NV Transvaal, onze spelers, gelijk hoe sponsor gaat zijn van Peak. En zij gaan dan spelen met ons merk. Voor heel wat voetbalclubs is het verkrijgen van sportkleding, in het bijzonder schoeisel, heel moeilijk. Vandaar ook dit initiatief. De organisatie wil dat ook de andere voetbalclubs zich aansluiten om zo ook deel uit te maken van de nieuwe trend waarvoor zij hoge verwachtingen hebben. Peak, onze assortimenten zijn op voetbalgebied, compleet. En daarna zijn we op basketbal, op fitness, dus atletiek en op zwemkleding. Dus dat is onze specialiteit. We hebben nu alle voetbalverenigingen in Suriname, van eerste divisie, tweede divisie en randdistrictbonden. We hebben hun geschreven dat wij officiële dealers zijn, officiële vertegenwoordigers zijn van Peak. En dit zijn onze voetbalmaterialen. Dus je weet, de verenigingen van Suriname hebben een COVID-fonds gehad via SVB. Dus we zijn nu bezig met hun te onderhandelen. Ze gaan hun spullen ook hier kopen. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti. Fijn weekend. Doei doei.